Suriname is 43 archivarissen rijker. Zij hebben met succes de eerste opleiding Documentatie, Informatie, Verzorging, DIV 1, afgerond. De cursisten, die afkomstig zijn van verschillende ministeries, hebben vandaag hun diploma in ontvangst genomen. De opleiding, die vanaf 2011 door het Nationaal Archief Suriname, NAS, wordt verzorgd, is aan evaluatie toe, zegt Rita Chinfo, Nationaal Archivaris en directeur van het NAS. En ik moet nu erbij vermelden dat we dit jaar, dus voor 2018-19, nog niet zullen starten met een nieuwe lichting. De komende maanden zullen wij tijd besteden aan een evaluatie of aan de evaluatie van het curriculum en tegelijkertijd ook een enquêteonderzoek verrichten onder de afdelingen DIF van de overheidsorganen. U kijkt mij fronsen aan, minister, maar wij moeten ook kritisch zijn naar onszelf. Na 7 jaar moeten we even goed evalueren wat hebben we afgeleverd aan kader, aan DIF-kader op de ministeries. Moeten we ons curriculum wijzigen? Toch? Als we kijken naar de theorie en de praktijk, zijn ze goed op elkaar afgestemd of moeten we toch iets anders doen? Chinfo constateert dat verschillende ministeries reeds werken met digitale processen. Is volgens haar van belang dat vanuit het NAS ook gekeken wordt naar het gebruik van deze moderne techniek. Minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken vindt ook dat het curriculum van de opleiding Documentatie, Informatie, Verzorging geëvalueerd moet worden. Mevrouw Chinfo, de directeur, die zei, minister, kijk Fronsen, ja, we gaan evalueren. Maar mijn Fronsen kijken was niet zozeer om het woordje evalueren, want dat moeten we doen. Als ministerie van Binnenlandse Zaken houden we ons ook bezig met ambtenarenopleidingen. En het is een zaak die je constant evalueert om te kijken, ben je bij de tijd, kloppen de dingen met de praktijk. En we zijn nu bezig zelf om het traject van Action Learning, maar je gaat het dan in de toekomst wel horen. Dus, maar het fronsen was meer nog om de aan te horen als er nog een regeltje kwam. En die zal ik bijvullen, mevrouwtje. Dat die opleiding, DIF 1, vervolgopleiding, ook niet door zal gaan als die docenten niet zijn betaald. Dus we gaan de docenten betalen. Ik heb toen gefluisterd of ik vroeg mevrouw Chinfo van 2015, maar die van 16, 17, 18 of wanneer zij wel betaald, betaald toch? Dat deed me goed, dat in elk geval u betaald bent geworden, maar mijn vriend Mahadeo Singh, niet betaald. Nee, dat gaat. Dus als zou je dit evalueren, als de docenten niet zijn betaald, gaat het ook niet door. We gaan werken eraan dat ze worden betaald. Aan de pas afgestudeerden zei de bewindsman dat ze een belangrijke taak te vervullen hebben. Ze moeten ervoor zorg dragen dat vanuit de overheidsorganen de wettelijke voorschriften in acht genomen worden. Vervolgens moeten de archieven overgebracht worden naar het NAS. Aldus minister Noor-Salim van Binnenlandse Zaken vanmorgen tijdens de diploma-uitreiking van de opleiding DIV 1.